Een mensbrug brok maandagavond rond 7:30 brand uit op een schip. De brandweer kon niet voorkomen dat het jacht van 10 meter lang is gezonken. Het schip was pas onlangs te water geloten door de boer Lindse Jachs. Wie de brand raakte nemen is gewond. De brandweer was ter plaatse met 2 tankautospuiten en een schuimblusvoertuig. De brandweermensen kosten voorkomen dat het vuur oversloeg naar angerschepen. Die kosten gelukkig op tijd weer weggeslepen of weggevaren. Het gloednieuwe jacht bleek nimmer te redden en zonk naar de bodem. De oorzaak van de brand is niet bekend. De vuilwaterwacht onderzoekt nog of er sprake is van vervuiling door onder meer de olie van het schip.